Hoi en welkom bij een nieuwe podcast van de Vervierde Academy. Mijn naam is Peter de Wit, naast mij zit... Gunther Himschoot. Welkom Gunther. Waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, zeg het eens Peter. Over mobiele sites versus het hebben van een responsive website. Ja, dat klopt. Dat is zo. Ja. Nou, lijkt het allemaal hetzelfde. Een mobiele website lijkt een beetje een responsive website. Tenminste, sommige mensen kunnen die daardoor in verwarring raken. Maar er is wel degelijk een verschil. En we gaan het hebben over wat een mobiele website is, wat een responsive website is. En wat de voordelen zijn van de een versus de ander. Ja, klopt. En ik heb het idee dat jij daar wel het een en ander over kan vertellen. Hè? Ja. Want, laten we eerst maar eens even beginnen met uitleggen van het verschil tussen beide. Ja, het verschil is vooral de techniek die gebruikt wordt. En ook het uitzicht van de website. Dus uiteindelijk, er is een hele tijd geleden is er heel wat te doen geweest rond mobiele websites. En er was ook een vorm van, mobile first was dan het buzzword wat gebruikt werd. Een buzzword is een woord wat voor marketingdoeleinden gebruikt wordt en waar mensen veel over praten en noem maar op. En eigenlijk hebben we zoiets van... Ja, wat is het verschil nu eigenlijk? Hè? Toen was de vraag ook al van, moeten we investeren in een mobiele website? Of moeten we kiezen voor een responsive website? En toen had je ook nog de domeinnaamextensie .mobi, die dan heel erg gebruikt werd. En daardoor zijn heel veel... Daar was één van de... Een van de kanttekeningen was, je mocht die extensie gebruiken, maar dan moest je website mobiel zijn. Ja. En natuurlijk is alles gedaan om in het voorzorg van Google, die eigenlijk mobile first zou gaan denken, die zou jouw website gaan belonen wanneer je website mobiel beschikbaar is, wanneer je het dus goed doet op mobiel. En daar is dus het verschil ontstaan. En wat heb je dus? Een mobiele website, die is eigenlijk, als je goed kijkt naar je website zelf, dan is die eigenlijk heel klein in breedte. Dan heb je heel veel links en rechts, heel veel witruimte, zal ik maar zeggen. Ja. En dan bij een responsive website gaat die eigenlijk zich aanpassen volgens het device. Dus als je bijvoorbeeld kijkt op een laptop bijvoorbeeld, dan gaat die vullend zijn. Dan gaat die van links naar rechts in je website gewoon netjes uitvullen. En doe je dat op een mobiel, dan gaat die eigenlijk alles netjes onder elkaar plaatsen en gaat die op die manier zijn pagina opbouwen. Ja. Dus... dan is het even aan het doel van je website gelegen van wat ga je ermee doen? Ga je kiezen om een website puur en alleen mobiel te bouwen? Die dan natuurlijk ook wel zichtbaar is op een iPad of zelfs ook op een desktop of een tablet of whatever. En op dat moment, ja, het is gewoon zelf wat je zelf verkiest of wat je audience, Waarom zou je kiezen voor een mobiele website? Voor een website die geoptimaliseerd is voor mobiele apparaten? Je kunt daarvoor kiezen als je bijvoorbeeld zegt van, kijk, ik wil mijn inhoud van mijn pagina niet twee keer bouwen. Dus wat je eigenlijk doet bij een mobiele website, ga je eigenlijk alles in één keer voor één doelpubliek gaan bouwen. Stel je voor dat je een doelpubliek hebt met een website. Je hebt een website die gaat over een concert. Een concert bijvoorbeeld. En je weet dat jouw concertgangers vooral jonge mensen zijn. Tussen de 18 en de 25, die vooral op hun mobiel zullen kijken naar je website of naar de pagina, bijvoorbeeld consulteren van het programma van het volledige concert of waar ze tickets kunnen kopen. En die kopen het allemaal gewoon met de mobiel. Dan is het slim om jouw website volledig te optimaliseren voor mobiel. En heb je daarnaast, zeg je van kijk, ik wil het ook goed doen op een normale PC, dus op een gewone laptop of op een desktop, dan kun je ervoor kiezen om eerder naar responsive te gaan, omdat je dan ook meer info kwijt kunt. Allee, ik vind persoonlijk op een mobiele website geef je niet zoveel info dan dat je op een desktop website Maar is dat nodig als het bijvoorbeeld gaat om evenementen? Dan heb je alleen maar een plaats, een tijdstip, een locatie nodig, entreegeld. Dus die websites hoeven ook niet zo groot te zijn. Die kunnen klein zijn. Je maakt er ook waarschijnlijk ook geen grote mooie afbeelding. Ga je ervoor gebruiken? Nee, klopt. Misschien eentje. Ja. Dus dat is natuurlijk ook al een verschil. Dat kan een reden zijn om daarvoor te kiezen. Ja, dat klopt.
Maar worden er heel veel mobile-first websites gebouwd, nee, nog? Nee, dat wordt, eigenlijk kiest iedereen omdat de tools nu voorhanden zijn. Vroeger was het niet zo. Hè. Ik bedoel, om een website responsive te maken, was er heel wat meer code nodig dan te bouwen binnen een bepaalde setting. Dus als je zegt van oké, kijk, ik bouw binnen een bepaalde setting, zijnde van hij mag maximaal 600 pixels breed zijn, bijvoorbeeld die pagina, en dan bouw je gewoon in de lengte naar beneden. Ja. Dan moet je maar op één ding letten eigenlijk. Dat is gewoon dat je inhoud van je website gewoon gemaakt is voor die breedte. Terwijl je vroeger in WordPress ook bijvoorbeeld, als je zegt van oké, ik wilde daarbij een iedereen kunnen dienen van een goede website, ja, dan moest je al heel wat code erin gooien of moest je al heel wat andere plugins gaan bij installeren in je WordPress website. En daar was het een beetje een moeilijk verhaal. Ja, want de meeste WordPress-thema's zijn natuurlijk al responsive. Hè? Die zijn gewoon responsive gemaakt. Dus je kunt gewoon je pagina vullen en je ziet vanzelf hoe die op je mobieltje zichtbaar is. Ja, dat klopt. Ja, en daarom worden de dag van vandaag ook geen mobiele websites meer gebouwd. Dus mobile first eigenlijk, alleen maar mobiel, worden eigenlijk niet meer... Ja, niet meer gebouwd. Gewoon. Is dat eigenlijk passé? Het is passé als mensen jou zeggen van oké, kijk, het is wel zo dat je in je inhoud, bijvoorbeeld als je werkt met een website builder zoals bijvoorbeeld een Divi of een andere website builder, bijvoorbeeld Elementor of noem maar op, dan kun je er wel voor kiezen, dan kun je de verschillende versies bouwen. Dus je kunt zeggen van kijk, deze inhoud, dus bijvoorbeeld deze grote headerfoto bijvoorbeeld, of het filmpje, moet niet getoond worden op tablet en mobiel, maar alleen maar op desktop. Dus dat is wel... er zijn wel heel wat tools nu beschikbaar die het makkelijk maken door te zeggen van kijk, mobiel moet ik rekening houden met snelheid. Oké, 4G is wel goed, maar niet overal is 4G. Er is ook nog wel eens 3G verbinding, waardoor eigenlijk mensen op een of andere manier toch waar het wat langer zou duren om die pagina binnen te halen op een mobiele, op je mobiel. En dan uiteindelijk heb je zoiets van, oké, dat filmpje wat bovenaan laat, dat hoeft niet. Een adres moet vooral duidelijk zijn waar ze tickets kunnen kopen om dan toch maar bij die bij dat evenement te blijven. Ja. En dan misschien een aantal, het programma wat er te doen is wanneer het van start gaat, wanneer er pauze is en van dat soort zaken. Ja. En op dat moment eigenlijk... Is het meer functioneel? Is het van, oké, welke informatie wil ik? Waar is de parking bijvoorbeeld? Wat is het adres van de parking? Welke bus, welke tram, welke trein kan ik nemen om er te geraken en zo? Dus dat zijn de dingen die je vooral kwijt moet ook op een mobiele website. Of op het mobiele stukje van de website. Nou, bijvoorbeeld als je gek voorbeeld misschien ook, maar je bent kapper. Mm-hmm. Dan is een mobiele site kan natuurlijk heel makkelijk zijn, want je hebt sowieso niet zo heel veel info weg te geven. Nee, dat klopt, ja. Je bellen. Misschien een agenda of een agenda, ik bedoel een kalender, dat je zelf op kunt, dat je mensen kunt laten inschrijven, laten intekenen. Laten reserveren eigenlijk, laten reserveren. Een bepaald tijdstip, ja. Dat, voor zo'n business zou het nog wel oké zijn bijvoorbeeld, of... Ja, tuurlijk, ja, zeker. Maar je hoeft dus niet meer, het is niet meer mobile first, het is gewoon, het is ernaast de... Ja, het is niet meer alleen maar... Vroeger had je ook wel gewoon mobile website builders. Die zullen misschien nog wel bestaan. Maar je had echt wel... We hebben nog rond de tafel gezeten zelf met een partij die mobiele websites of een applicatie had om mobiele websites mee te bouwen. Om dat te integreren bij ons bij Vivida. Maar het was zo snel achterhaald eigenlijk dat we gezegd hebben van ja... We kies gewoon voor responsive en doe het daarmee. Dus eigenlijk veel meer over mobile. Eigenlijk zijn we in die periode, we zijn gewoon een jaartje gek gemaakt. En ondertussen zaten er allemaal handige mannen, vrouwen, waren al druk bezig met in de code bezig met het maken van responsive design. Klopt, ja. En die hebben natuurlijk in een knuisje gelachen, want die dachten van, nou wacht maar, straks komen wij met mooie templates. En dat is responsive en dan kan iedereen weer opnieuw beginnen met zijn website. Ja, natuurlijk. Ja, maar inderdaad. En dat is ook natuurlijk voortgekomen uit het feit... vroeger, toen ik websites bouwde, had je twee formaten waarmee je rekening moest houden. Je had een scherm en dat was een 800 op 600 pixels. En je had er eentje van 1024 op 768. Oh, ja.
En dat waren de twee formaten waarmee je rekening moest houden. Maar nu, de dag van vandaag, je hebt mobiel, je hebt tablets, je hebt 16-9 verhouding, nog 14-3, ja. 4-3. Je hebt allerhande verschillende soorten resoluties. Ja, ja. Je hebt dan ook nog een keer, Apple zit dan nog een keer met zijn retina-schermen, die dan een keertje dubbele zijn, waar eigenlijk ook niemand weet van wat is nu net de resolutie, ja, van dat scherm. Dus daar heb je, ja, het is gewoon dankbaar dat je nu kunt werken met een responsive website, ja, met een tool als WordPress en dan een goed thema erbovenop die ervoor zorgt dat je website responsive is, zonder dat je er zelf ook maar over moet nadenken. Het enige wat je wel soms ziet bij responsive, en dat moet je wel even testen als je bepaalde zaken doet met grote titels bijvoorbeeld, is een H1, als je, ja, die titel groot zet, dat die dan op mobiel wel kleiner is. Maar soms loopt het buiten de randjes om en dus je moet gewoon. Maar je kunt toch dan ook weer de titel anders maken voor de mobiel? Ja, natuurlijk. Ja, dus, ja, dat het, wel. Het vergt wat meer tijd eventjes, ja, om. Je bouwt eigenlijk drie websites, ja, eigenlijk, ja, ineens. Maar dat is wel het coole ervan. Je kunt dus gewoon op die manier eigenlijk voor elk device zelf maar zeg maar de ideale website bouwen. Ja, dat klopt. Ja. Zonder, ja, dat je elke keer weer opnieuw alles moet doen. Nee, het is gewoon, ja, in hetzelfde venstertje. Zeg je van, oh, nou, hier moet deze tekst komen. Als het dat formaat is, die tekst, dat tekstje. En dan mag het zo klein worden. Ja. Ja. En ook de dingen die er niet thuis horen, er gewoon van tussenuit gooien, ja, en omgekeerd. Dus dat, ik vind het eigenlijk een heel mooi iets. Dus je moet gewoon kiezen. Als je nog twijfelt van, wat moet ik nu kiezen? Een mobiele website of een responsive website? Ja, gewoon responsive, nee, website. Niet twijfelen. Nee, heeft het ook nog voordelen, een responsive ten opzichte van mobile met betrekking tot Google? Of is dat, speelt dat niet meer zo, omdat de mobiele sites eigenlijk een beetje uitgespeeld zijn? Nee, uiteindelijk wat Google doet, je kunt in je Google Search Console kun je testen of je website, er is een toeltje voor, of je website mobile friendly is. En dan gaat hij zelf gewoon kijken van oké, je geeft gewoon de URL in en dan zegt hij van oké, je website is mobile friendly, ja of nee. Ja. Hij zal daar naar een paar naar een bepaalde factoren kijken in je website en hij zal zelf bepalen of het voor jou, of jouw website eraan voldoet, ja of nee. En als Google zegt dat hij eraan voldoet, ja oké, dan is het goed. Ja. Dan is het goed voor SEO, voor de score. Maar ja, meer is er eigenlijk niet aan. Nee, oké. Dus eigenlijk tip. Als je opnieuw gaat beginnen, als je toch nu gaat beginnen met het bouwen van een website, nou ja, responsive, het is niet nieuw. Nee, kies één. Kies voor een goede hosting, zou ik, ja, zeggen. Kies voor een goede basis, WordPress bijvoorbeeld. En kies daarbovenop dan nog een thema die ook nog eens responsive is. En dan ben je gewoon, goed gezet. Maar zijn er alleen WordPress websites responsive of... Nee, ik bedoel de Joomla's en de Drupal's en de andere soortige websites, Magento, die zijn ook allemaal responsive. Natuurlijk, die hebben het ook wel begrepen. Ik, een beetje buiten de biecht spreken, of een beetje, moet ik het zeggen, een beetje anti-reclame, maar de Wixen van de dag van vandaag, die doen het ook wel goed. Ja. Dus die mensen weten ook wel dat een website responsive moet zijn. Dus, ja. Nou ja, je veegt de... Je, precies wat ik wilde vragen, van zijn de Wixen eigenlijk daar ook mee bezig al? Maar dat is dus ook zo. Ja, tuurlijk. Ja. Het, ja, enige wat, als je dan, als ik iets moet zeggen over een Wix, waarom zou je dan, misschien is dat dan een andere vraag, waarom kies je voor een eigen WordPress website bijvoorbeeld en niet voor een Wix? Omdat je gewoon niet gebonden bent aan aan bepaalde grenzen. Een WordPress website bijvoorbeeld, daar kun je alles mee wat je maar verlangt eigenlijk. Ja. En een Wix, dus moet je nog altijd binnen de lijntjes kleuren van wat Wix heeft bedacht. Ja. Ja, wel dat voor sommige mensen wel weer prettig is. Maar ik kan me voorstellen, als je een beetje creatief aan de slag gaat, dan loop je hoofd over en dan wil je van alles nog wat aanpassen. En dat kan dan op een WordPress een reservatietool waarbij je de uren nog kunt zien. Een kalender zoals je daarnet omschreef bij die kapper. Ja, ja. Dat zal bij een Wix er niet bij inzitten. Nee, dus nee. Maar dat kan wel gewoon... in jouw WordPress-website gebouwd worden, bijvoorbeeld. WordPress dus. Hartstikke mooi. Ja, inderdaad. Ja. Nou, Gunther, bedankt weer voor deze uitleg. Is graag gedaan, Peter. Wil je nou... Hey, je hebt dit filmpje gezien of je luistert naar deze podcast. We hebben de filmpjes online gezet op de Vervida.academy. Onder blogs en vlogs, als ik het goed herinner. Op, ja, YouTube staan de filmpjes van ons geplaatst. En de
podcast dan ook op Spotify. En op de iTunes. Van ja. Apple. Ja. Dus nog iets, nog een kleinigheid. Mochten er vragen zijn naar aanleiding van onze podcast, dan kunnen die altijd terecht op een speciaal daarvoor aangemaakte e-mailadres. En dat is podcast@vivida.academy. En daar kun je gewoon je vraag stellen als er nog vragen zijn over om het even welke podcast we ook hebben gemaakt. Dus, En misschien heb je wel een idee voor een andere podcast. En gaan we daar dan de volgende keer over praten? Ja, dat tuurlijk. Kan ook, hè? Stuur gerust door. Ja, feedback. Oké, okay, nou, ik zou zeggen hartstikke bedankt voor het kijken. Zeker luisteren. En tot een volgende keer. Tot de volgende keer. Bye-bye.